Goedemorgen. Ja, ik denk dat dit vak wel een roeping is, ja. Dit vak is zo belangrijk om te werken met je hart, maar ook met de nodige kennis als professional. Bewoners bij Nieuw-Kerkelanden zijn wel heel excentriek. Ze hebben allemaal een bewogen verleden gehad, veel onbegrepen gedrag. Nu hebben ze een eigen plekje en een veilige haven. Hey Michael. Hallo. Geef me dan. Je wou even dan, dat is goed idee. Je moet elke dag samen kijken, hoe gaan we dit aanpakken, hoe tackelen we dit probleem. Je kan niet zonder elkaar binnen deze doelgroep. Want wat het is bij ons is zo dat de mensen elk moment, om de 10 minuten, om de 20 minuten anders kunnen zijn. Dat maakt het heel erg variërend werk, doordat je zeg maar constant anders moet inspelen op deze mensen. Als verpleegkundige ben je eigenlijk alles. Je bent hulpverlener, je bent... Zorggever, je bent soms vader, soms ben je kind. Ja, heb je meerdere rollen. Het is sinds 3 jaar een expertisecentrum. En daardoor biedt het heel veel mogelijkheden voor medewerkers om daar verder in te gaan werken. Je hebt als team de mogelijkheid om zelf je stempel op je werk te drukken. Ook omdat het zelfsturend is en omdat je verschillende gedragsproblematiek hebt, is het heel belangrijk om op één lijn te staan. Samenwerken is wel echt een belangrijk onderdeel hier. Als iemand elke dag voor mij één keer plezier heeft en een keer glimlacht, dan heb ik eigenlijk al heel veel bereikt.